heel erg leuk. Een spooky, ja, een spooky. Een spooky. Ja, leuk. Ik vind het helemaal leuk. Zo. Dat is mijn nieuwe jurk. Het is een heksenjurk. Lieve vrienden, het is vandaag dinsdag 1 oktober alweer. Ja, en we leven al heel laat, 8 minuten over 3. Ik ben heel erg laat, want ik heb een heleboel dingen gedaan. Rebecca is niet geweest. Die komt deze week maar 1 keer. Dat is vrijdag. En dan blijft ze ook langer. Ik heb zelf een heleboel dingen gedaan. Ik moet zo meteen nog weg. Maar ik ben dingen vergeten. En dat is mezelf. Ik ben vergeten te eten. En de dieren vergeten te doen. Zo druk was ik. De dieren ben af gehad. Nou moet ik zelf nog. Ik heb al koffie. Een paar telefoontjes er tussendoor gekregen, ook weer uit het buitenland gebeuren, wat ik gisteren ook al last van had. Heb ik nou 1 telefoontje voor gehad, ik kwijlde van. Maar in ieder geval, ik kreeg nog van de Axio telefoon, nou daar ben ik al ik weet niet hoe lang weg, dus ze lopen daar achter. En Karin die belde net dat er is wat in Den Haag te doen op het Malieveld. Of ik het nieuws wil opzoeken. Nou, ik heb nieuws gezocht, maar ik heb geen nieuws vinden op die hele televisie niet. Kan aan mij leggen? Ik weet het niet. Ja, hierheen naar het journaal. Op Nederland 1. Maar ja, of je daar het Malieveld op krijgt te zien, dat weet ik ook niet, hè? Nee. Dan moet ik hem ook nog harder zetten. Ik had hem zachter gezet omdat ik even ging vloggen. Dit is van vroeger. Nou ja. Ik weet ook niet wat er allemaal aan de hand is. Karin die zou ook live gaan, dat kan ik ook niet vinden op YouTube. Ik kan wel haar kanaal uiteraard vinden, maar niet dat live gebeuren van haar. Nee, dat zien ik nergens. Niet op mijn mobiel in ieder geval. Misschien dat ik hem over het hart moet houden. Dat je dan meer dingen ziet, maar ik snap het niet. Nee. Ik ga haar weer even intypen. Oh, daar was ze al. Nou, en ik zie niks dat ze live bezig is. Helemaal noppendiendo. Dus ja, dan zeg ik op mijn beurt, bekijk het maar, want ik heb meer dingen te doen. Ik moet ook nog weg, weet je. Dus ja, ik hou het even kort. Als ik terug ben, dan kom ik wel weer en dan spreken we elkaar gewoon weer. Ja toch? Ze zeggen tot later. Zo lieve vrienden, ik ben weer thuis en het is koud, het is vies, het is nat. Net voor de grootste dikte bij u hoop ik dat ik thuis ben gekomen. Het was iedere keer miserig en dan begon net van die hele grote harde druppels die ook nog pijn kunnen doen. Ik ben naar 2 wijken geweest. Die kant op en die kant op. Ja. Eerst naar de Schoten, naar de heksketel. Toen naar Neil den Helder, naar de Lidl. Voor hondenbrokken van Frodo. Ik heb zo'n hele grote zak. Nou ja, die is loodzwaar voor mij natuurlijk. Zit er gelukkig aan de zijkant een handvat. Maar dan nog is die loodzwaar. Deze zak van 10 kilo. Dus ja, dat moet je dan wel even dragen, 10 kilo. Poeh. En ja, is het gewoon een ding, een apparaat of zo,
Ik denk dat dat lichter weegt dan al die brokken die heen en weer bewegen. Even kijken of die goed staat. Nee, staat nou weer scheef. Zo, nu staat hij weer recht. Maar ik heb meer gekocht. Maar niet bij Niel en Helder, nee. Dat was hier in de Schoten. Haha. Eerst. Deze heb ik op het raflijncentrum, daar ben ik ook nog geweest, gekocht. Leuk. Heel erg leuk. Een Spooky! Ja, een Spooky! Een Spooky! Ja, leuk! Ik vind hem helemaal leuk! Is dat Eeuwin? Ja! Is dat zo? Ja! Ja, nou, ik schram die weer even op. Die komt voor het raam te hangen in de keuken. Helemaal leuk. Zo, dan moet die weer even daarom in. Oh ja, dan kun je nog wat. Ik moet eerst even daar neerleggen. Ik kan eerst deze opruimen. Hup. Zo. En doe de maar, malle hond. Bloedhanden, prop het raam. Ik heb het raam, dat zijn raamstickers. Nou, leuk, ook op de keukenraam vind ik leuk. Ja, ja. Helemaal leuk. Dan denk je, waarom het keukenraam en niet waar de woonkamerraam? Nou, daar lopen de mensen langs. Daar komen ze binnen. En ja, dan wil ik het ook voor de dieren wat rustiger hebben. Maar ik heb ook nog wat moois gekocht. Daar hoort een kleerhanger bij. Die zal eerst even... Ga eraf. Ga eraf, plastic zakje. Zo. Dan zal ik hem eerst ophangen. Dan pak ik de camera. Even geduld. Dan rij ik eerst die kant op. Jullie zien hem zo. Zo. Is helemaal mooi. Is helemaal mooi. Ik hoop een stok hebben, maar ik denk die hand daar. Zo, even, ga ik even zitten stelen. Oh, moet het wel weer allemaal? Oh, dat is nog keer vast. En dan hangen we jou even zo. En zo neer. En dan mag dat vast. Maak ik ook een foto van met mijn mobiel. Maar ik pak eerst jullie even op. En dan doe ik het plekje lekker naar beneden. Dan zie ik ook wat ik doe. Zo. Dat is mijn nieuwe jurk. Het is een heksenjurk. Dat kan ik ook nog vast doen. Kijk, hoeft niet, maar het mag. Die is wel vast. Ik hoop dat jullie het allemaal zien. Het is niet blauw, het is paars, lieve vrienden. Want ik zie blauw, maar het is paars. Net zoals mijn haar, paars. Ja, hier spinnenwipjes. Hij is zo mooi. Echt grandioos. Nou, en dan die pruik erbij met het zwart paarse haar. En dan die hoed op met het paarse haar eraan vast. Nou, dat komt helemaal goed. Ja, en dan kunnen we wat warmers onder doen. Hoef ik geen jas aan.
En dan, ik heb nog een zwart-witte omslagdoek. Die ligt hier al in de hal. Dat is deze, die kan ik erbij omdoen. Die. Zwart met wit past bij zwart en paars. Ja. Nou, mooi toch? Kijk, nou wordt hij wel paars zo te zien. Ja, ik vind hem geweldig. Ja, en dat komt bij de heksenketel vandaan, of heksenketeltje, weet ik veel. Nou, ik zie het zo niet. Maar in ieder geval, het heeft met ketel te maken. Ja, en dan heksen, dus ik denk heksenketeltje, ja. Dus ik ben nog helemaal blij mee, lieve vrienden, ja. En nou is het plekken donker, kan er niks doen. Zo, het wordt ook donker, hè, met het weer. En Frodo, die gaat een keer. Die horen jullie denk ik wel, of niet dan? Wat is er, Frodo? Ja? Oh, deugd niet, ja. Oh. Ja, het laken is behoorlijk smerig, hè? Moet uitgeklopt worden. En omgedraaid worden. Ja. Frodo. Kom hier. Peekaboo. Miauw. Ja, is het zo? Oh ja? Oeh, die schrikken de mensen van jou, joh. Ja, inderdaad. Maar in ieder geval, lieve vrienden. Ik ga een lekker bakje koffie nemen. Ben ik wel aan toe. Want ik heb heel wat afgevlogen. En het is koud en het is nat. En het, ja, niks aan. En dan ben ik donker. Raar, hoe kan dat? Maar oké. Gezag en geniet verder van jullie. Het is bijna 6:00. Van jullie avond en smakelijk eten. Ja. Ze zeggen tot later. Tot de volgende ronde. Tot. Ze zeggen welterusten voor later op de avond. Is natuurlijk een fijne avond. Dan welterusten voor later op de avond. Met mooie dromen. Gezond weer op. En ik zou zeggen geniet van alles met wie jullie doen gaan. En graag tot aan de andere kant van de nacht. Doei doei. Run away with you. Imprisoned by fear, just pull.